Ik ben Geert Mollema, 27 jaar. Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd als godsdienstpastoraalwerker aan de CE. Een hele boeiende opleiding, een hele brede opleiding ook. Je wordt heel breed opgeleid, dat vond ik ook het voordeel aan deze opleiding. Na de opleiding, of eigenlijk tijdens mijn opleiding, mijn eigen organisatie opgericht, mijn eigen stichting opgericht, waarmee ik spreek door het hele land heen. Veel jongerenwerk doe, kerk adviseren op het gebied van jeugdwerk, video's maken voor tieners. Dus ik ben in het werkveld terechtgekomen. Het is een hele brede opleiding qua inhoud en ook de mensen die op de opleiding zitten zijn van alle kerkelijke gezindtes en alle achtergronden. En daar heb ik ook veel van geleerd. Mensen die heel anders over dingen dachten, docenten die heel anders dachten over dingen dan ik. Dat heeft hele boeiende discussies opgeleverd af en toe. Dus ik denk dat mij dat als christen heeft verrijkt, maar ook wel als professional. Ik heb gekozen voor de CEE om deze opleiding te doen. Voornamelijk vanwege het feit dat de CEE heel interkerkelijk is. Wat ik al zei, mensen uit allerlei stromingen komen op de CEE. En dat verrijkt de lessen ook wel, denk ik. Dat merk je ook in de docenten, die uit alle kerkelijke stromingen komen. Het levert leuke discussies op en ik denk dat je daar als mens ook het meest van leert. Mensen die overwegen om de opleiding te doen, of studenten die er nu op zitten, kan ik adviseren om het te doen. Een hele leuke studie, juist omdat je heel breed wordt opgeleid. Ook als je nog niet precies weet wat je ermee wilt gaan doen, maar wel weet dat je iets in Gods Koninkrijk wilt doen of iets in de kerk wil gaan doen. Ik denk dat het een hele geschikte opleiding is.